Veteranendag 2022 in Hoog Kaspel. Van het station werden de veteranen naar kamp Roet gebracht. Vooraf was er een plechtigheid in de Laurentiuskerk, een mars onder leiding van de Arthur True Pipes and Drums en een kranslegging bij het oorlogsmonument. De regionale Westfriese Veteranendag, die vandaag voor de derde keer gehouden wordt. Het doet me goed om u hier met zoveel te zien in Hoog Kaspel. Ik voel me vereerd om vandaag een bijzonder moment met u te delen. Martijn van den Berg, de grote organisatie van deze Veteranendag. Ja, we hebben 3 jaar lang toegeleefd naar deze dag. En uiteindelijk kunnen we hem vieren. Heeft dat te maken met de corona dat jullie dus 3 dagen hebben moeten wachten? 3 jaar? Ja, dat klopt. We hebben het echt 2 jaar achter elkaar de dag moeten uitstellen. Dus het draaiboek ligt al 3 jaar lang vast. Veteranen, wat moeten we voorstellen? Dat gaat vanaf Indonesië tot aan nu. Nou, eigenlijk nog iets eerder. Tweede Wereldoorlog. Nou, zijn de Tweede Wereldoorlog-veteranen raken nu natuurlijk wel dunner gezaaid. Die zijn 100 jaar zowat. Ja, maar toen wij begonnen met het veteranencomité in het Rechterland, hadden we inderdaad een aantal Tweede Wereldoorlog-veteranen. En nu loopt dat door Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Korea, maar ook recentere missies zoals voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Eritrea. We hebben in Mali, Irak, niet te vergeten. Wat is nou zo leuk aan als je weer die oude maten ontmoet? De verbondenheid. Veteranen hebben gemeen dat zij toch in oorlog of een oorlogssituatie met elkaar gediend hebben. Dus dezelfde ervaringen, dezelfde druk ervaren hebben. En dat is iets wat je niet kunt delen met anderen. Dus daarom is het zo goed om dat daarbij stil te staan als veteraan en met elkaar daarover te hebben. De humor die daarmee gepaard gaat. Het gevoel weer ophalen van, hé, zo was dat toen. Blij komen een verrassing vanmorgen, hè? Het kamp Roet. Ja, dat was zeker een verrassing. Ik zat wel iets voorbereid, maar niet wat er ging gebeuren. Ben je beschikbaar? Nou, dat houdt dit in. En de onthulling van kamp Roet, dat heb ik gedaan. En ik ben er heel blij mee. Zelfs een beetje trots, want eigenlijk was ik degene die nog de plek hier heeft gerealiseerd. In eerste instantie, met een idee naar het momenteel, hoe heet het comité, zal ik maar zeggen, de veteranencomité. Uit West-Friesland? Ja, nou, ik zei, doe het nou gewoon hier, want het is de mooiste plek. Er zat een andere plek, maar het is hier. En je ziet het, het is een resultaat, dankzij het weer. Ik zie een baret van de mariniers. Ja. Wanneer was je bij de mariniers? Vanaf 1960 tot oktober, tot november 62. En je was dienstplichtig? Ja, ik was dienstplichtig, ja. En je bent ook geweest in Nieuw-Guinea? Ja, 18 maanden, exact. Waarvan meer dan een jaar echt in de rimboer, in de jungle vertoefd. Was je niet teleurgesteld dat Nieuw-Guinea toen niet meer Nederlands werd?
Daar hebben wij als militair niks over te zeggen, helemaal niks. Ja, je bent wel enigszins teleurgesteld, maar daar kun je geen invloed op uitoefenen. Dat wordt door de hogere politiek bepaald. Je hebt net een krans gelegd samen met een jonge snuiter uit Hooggaspel. Eigenlijk werd Martijn van den Berg uitgenodigd, maar jij werd naar voren geschoven. Nee, dat was een foutje van de organisatie, want ik was van tevoren al bekend dat ik het zou doen. Dus geen probleem. En als hij het had uitgedaan, dan had ik het ook prima gewonnen. Ik ben zo simpel als de pest wat dat er gaat. Ja, maar zo hoort het toch? Hè? Het was een beetje officieel, dat leek wel 4 mei, hè? Ja, het leek wel een beetje 4 mei, ja, maar dat was het toch echt niet. Maar dit was toch ook een vorm van herdenken, klaar. En terecht, want die mensen moeten herdacht worden. En sowieso, net als alle veteranen en alle gesneuvelden. Nou ja, die moeten gewoon overal herdacht worden. Ik heb het overal gezien in Amerika, in Australië, in Nieuw-Zeeland. Er gebeurt nog veel meer voor de veteranen dan hier. Maar hier is het ook al heel goed in opkomst. Het wordt al beter, iedere keer beter. Groot-Brittannië is zelfs nog de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat zou best kunnen. Ja, ik ben wel in Groot-Brittannië geweest, maar ik heb nog geen federaal van de Eerste Wereldoorlog ontmoet. Nee, dat was voor mijn tijd. Dus ja. En na alle plechtigheden was er dan eindelijk de blauwe hap, oftewel de Indische rijsttafel.